Zoals altijd veel publiek uit Katwijk mee met de uitwedstrijden van Quick Boys, de nummer 9 in de Jacks League. En zij willen 3 punten bij hekkensluiter GVVV. Ze dragen blauw-witte vlaggen, maar ze moeten vandaag rood aanmoedigen, want GVVV speelt ook in het blauw en wit. El Karrate debuteert voor Quick Boys. Hij heeft een overtreding gemaakt op Juri Potjes, die de aanvoerdersband bij GVVV draagt, omdat Toefik Adnane geblesseerd is. Opnieuw El Karrate is de leeuw kwijt en het schot bezorgt Jan van Willigen wat moeite. GVVV won midweeks van IJsselmeervogels, staat nog wel laatste, maar tankte de laatste weken vertrouwen. De midweekse wedstrijd tegen IJsselmeervogels eiste wel zijn tol. El Idrissi en Patrick zijn er niet bij. Opnieuw El Karrate. Quick Boys de gevaarlijkste ploeg in de openingsfase. Oostinje, geen controle. Daar komt Quick Boys weer. Opnieuw Maatse nu. En die besluit dan tot dit. Dat had misschien anders opgelost kunnen worden. 0-0 de ruststand op Panhuis. De balbezit bij Kamp. Overname is van GVVV. Ashraf Nemi. Burgering kiest positie. Burgering is vrij. De hand gaat omhoog. Buiten beeld de vlag ook. De positie die Byron Burgering koos was niet de juiste, want buitenspel. Dus de treffer van GVVV gaat niet door. En het lijkt er wel op, als van deze beelden, we hebben geen camera op lijn staan, dat de assistent gelijk had. Runderkamp. Wegwerken is niet heel best. Maar Burgering kan binnenhouden, Spies is hem dan wel kwijt. Ket. Jeffrey Ket kan ver komen en besluit dan zijn rush met een slapschot recht in de handen van Jan van Willigen. En zo is Quick Boys de meest dreigende ploeg, maar blijft GVVV vooralsnog overeind. 0-0. Balverlies van de Martillon in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Tom Oostinje. De Jong is Runderkamp dan kwijt. Dit is een goede bal van Runderkamp. De loopactie van El Karrate is ook goed. En dan is het 1-0 voor Quick Boys. Een heerlijke bal van Runderkamp. Hele goede bal van Runderkamp. Van Willigen door de stokken gespeeld. GVVV op achterstand. En dus in de achtervolging. Oh, Hawat. Die kijkt, die denkt dat die bal achter geweest is. Kijkt naar de scheidsrechter. Ga jij fluiten? Nee. Schiet dan meteen. Hij kan altijd nog afgekeerd worden. Burgering is heel snel. Burgering. Kijk hoe die hier Bosman laat staan. Burgering legt de bal terug. Bitter niet. Fabio Hendriksen wel. 1-1 op Panhuis. 1-1 voor GVVV. Fabio Hendriksen koud in het veld. Scoort voor GVVV. Het is zijn eerste doelpunt van het seizoen. En GVVV, dat wil meer. Dat wil weer 3 punten. Bitter speelt de bal te ver voor zich uit. En dat is dan meteen het laatste wapenfeit van deze samenvatting. Quick Boys een punt, GVVV een punt. En daar kunnen beide ploegen mee.